Ik begin nog even met een kleine terugblik naar afgelopen nacht. Bewolking gooide op veel plaatsen roet in het eten, maar tijdens die sporadische opklaringen was er in Nederland pollicht zichtbaar. Noorderlicht, zoals hier in Landgraaf, daar een beetje van die roze-paarse kleuren aan de hemel. Maar er waren ook plekken in het land waar echt die kenmerkende groene kleur van het noorderlicht zichtbaar was voor de gelukkigen die in de nacht op pad waren. Nou, ik noemde net al even die bewolking, die gooide roet in het eten voor het noorderlicht. Maar ook als je vanochtend lekker naar buiten wilde, dan was die bewolking een spelbreker. En daar viel ook nog eens flink wat regenwater uit. Dus die paraplu was hard nodig. Vanmiddag werd het vanuit het westen wat vaker droog. Kwam er ook ruimte voor de zon. Maar die frisse noordwestenwind zorgde ervoor dat de terrassen opnieuw weer leeg bleven. Als we even naar het weer gaan kijken hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen, dan zien we dat aan het begin van de middag de regen ons land aan het verlaten was via het oosten. Maar daarna werd het ook allesbehalve droog, want vanaf de Noordzee trokken nog wat buien over het land. Vanavond ligt het zwaartepunt van die buien boven het noorden en noordoosten. Later in de nacht wordt het weer droger, maar morgen overdag houdt die noordwestelijke stroming stand. Komen er vanaf de Noordzee buien overtrekken, verspreid over het land. Af en toe even zo'n korte en krachtige bui, maar 5 minuten daarna ook weer een vriendelijk beeld met zon en stapelwolken. En aan het einde van de dag, als de avond valt, dan neemt die buiigheid weer af en blijven alleen die stapelwolken over met af en toe ook langdurige opklaringen. Vanavond ligt het zwaartepunt van de buien dan boven het noorden, noordoosten van het land. Misschien dat het midden ook nog net wat buien te verduren krijgt. Nog altijd die frisse noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. In het zuiden is het relatief gezien wat vaker droog. Temperatuur ligt tussen 6 en 8 graden. Nou, vannacht dan neemt die buiigheid geleidelijk af. Een wisselend beeld met wolkenvelden en opklaringen. Temperatuur daalt naar 2 graden langs de oostgrens. Zo'n 5 graden aan zee, daar is het wat milder. En ik sluit niet helemaal uit dat tijdens een wat langere opklaring dieper in het binnenland dat de temperatuur daar aan de grond in de buurt van het vriespunt kan komen. En er staat vannacht ook wat minder wind. Is van tijdelijke duur, want morgen overdag dan zwelt die noordwestenwind weer aan. Opnieuw matig tot vrij krachtig. Met die noordwestelijke stroming komen die buien overtrekken. Maar tussen de buien door ook vriendelijk weer met zon en stapelwolken. Temperatuur laat wel een beetje te wensen over. 9 of 10 graden. En ook daarmee zullen de terrassen op veel plaatsen leeg blijven. Woensdag een heel vergelijkbaar beeld wat temperatuur betreft. Ook dan nog een noordwestenwind, maar die is wat minder krachtig. En ook de hoeveelheid buien gaat dan wat kleiner uitpakken. Er zijn vaker langere droge momenten. Nou, dan nog even vooruitblikken naar Koningsdag. Dan doet de temperatuur er een klein schepje bovenop, zo'n 12 tot 15 graden. Maar ik schat het weerbeeld wat minder rooskleurig in. Want in de loop van de dag gaat vanuit het zuidwesten de bewolking toenemen en gaat er op steeds meer plaatsen ook regen volgen. Dus dat is natuurlijk wat minder goed nieuws voor alle activiteiten op Koningsdag. Komende dagen dus wisselvallig met buien en ook vrij koud voor de tijd van het jaar.